is a preview file. For example use only. Goedemiddag allemaal. Welkom bij onze groep Passie. Wij exposeren vandaag in Helvoort bij Vierde Kunsten. Onze groep komt elke donderdagmiddag bij elkaar. We zijn met 11, soms met 12 mensen en we hebben verschillende technieken. We hebben professioneel les gevolgd. We hebben met een grote groep bij Nico van der Linden gezeten. Anderen hebben weer op andere plekken gezeten. En we hebben ons op een gegeven moment als kunstenaars verenigd in een... In de groep Passie. We hebben een ruimte gehuurd en we schilderen met 11, 12 man. Schilderen we daar naar hartelust. We huren een keer een docent in. Voor de middag een bepaald onderwerp. We vertellen elkaar de mooiste verhalen. En we werken met allerlei technieken. Dus het is het meeste wat je hier nu ziet is olieverf. En wij schilderen allemaal realistisch. Maar er zijn er bij ons ook bij die plakkaatverf gebruiken, waterverf. Ik ben Mieke Veldman en mijn atelier ligt hier rechts. En dit is het kantoor van mijn man. Maar als ik open atelierroute doe, heb ik hier altijd de mooiste expositie eigenlijk. Omdat ik het hier heel mooi kan neerhangen. Ik schilder heel graag de zee, water, dingen die met water te maken hebben. En ik vind het heel erg leuk om allerlei materialen toe te voegen. Dat kun je dan ook hier zien, want op deze doeken zit bijna allemaal materie toegevoegd. En ja, ik hou van heldere kleuren, frisse kleuren. Ik wil dus de originele natuurlijke kleuren wil ik nog wel eens een keer veranderen. Een beetje aanpassen naar mijn visie van kleur die het zou mogen hebben. Dus vandaar dat je ook wel eens zeeën veel blauwer ziet of in hele andere kleuren. Maar dat ben ik. Dat hoort gewoon bij mij. Het zijn bijna alle schilderijen die je bij mij ziet hebben ook een verhaal. Omdat het bijna allemaal op plekken, het komt van plekken waar ik zelf geweest ben of waar ik inspiratie heb opgedaan om dit te maken. En dat is heel vaak wel dingen met water en zee. Nou, dan van hieruit loop je eigenlijk door naar een klein stukje doorgang, ook weer een stukje zee. Tekenen is ook een passie van me, vind ik heel erg leuk. Kleine priegelwerkjes. Ik kom eigenlijk van het hele realistische schilderen en tekenen af. En geleidelijk aan heb ik geprobeerd door middel van het volgen van de kunstacademie ook om dat los te laten. En om daar een hele vrije impressie aan te geven. Maar soms vind ik het heerlijk om weer terug naar mijn oude ding te gaan. En gewoon lekker gedetailleerd te gaan zitten friemelen op papier of met inkt of met wat dan ook. Dus vandaar dat je hier ook wat van mijn tekenwerk ziet. En dan gaan we hier naar buiten. Ik ben ook heel actief met speksteen. En ik vind het dan ook leuk om beelden ook weer te maken van dingen die ik in de natuur zie of mooi vind of dieren. En ik heb geprobeerd om nu tijdens deze expositie om de beelden ook een beetje te plaatsen bij de sfeer van de doeken die daar eventueel dichtbij komen, zeg maar. Ook hier zie je wel weer vlinders, is ook een passie, vlinders. En die verwerk ik dan, in dit geval heb ik er met kant op gewerkt. Daar ben ik
een soort bloemen gaan maken, maar dan heel abstract. En daar heb ik al het glas in verwerkt, wat ik ook gebruikt heb met Fusion, met glas in lood en met Tiffany. En alle restanten bewaar ik dan en die probeer ik dan weer in een ander doek te verwerken. En hier zie je dan ook eigenlijk een heel traditioneel, realistisch schilderij. Maar wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. En daar heb ik dan gewoon zin in. En dan denk ik, nou, doe ik weer eens een keertje iets zoals ik het vroeger gedaan zou hebben. En dan krijg je zoiets. En dan lopen we hier naar de tuin. En dan heb je van deze kant af heb je mooi uitzicht op wat landschappen die ik geschilderd heb. Het zijn ook landschappen hier uit de buurt. Het is de Krijtenstraat en de Essenbaan in herfst en de Krijtenstraat in winter. En het andere werkstuk dat komt uit Zuid-Portugal waar we geweest zijn. En waar ik dan een impressie heb opgedaan die ik heb geprobeerd dan weer te geven op doek, zeg maar. En dan hier heb ik nog wat beelden staan die ik gemaakt heb van speksteen. En deze staat nog niet goed, dus die moet nog even een kortslag gedraaid worden. En dat is gewoon heel erg leuk om uit een massieve blok steen te beginnen te hakken en te schuren en te veilen. En te kijken welke vormen dat je erin ziet en die te gaan gebruiken. En daar dan een dan ontstaat er een beeld onder je handen. En ik vind het zelf altijd heel erg mooi om de combinatie van in de steen te zoeken tussen grof en fijn. Zodat je ook de oorsprong van de steen nog zichtbaar houdt. Dat kun je dan bij deze bijvoorbeeld heel goed zien. Dit is zoals de steen eigenlijk kleurt op het moment dat je hem koopt. En dat donkere, dat komt er als verrassing onderuit als je hem gaat bewerken. Nou, dan zit er ook weer groen in en ja, Daar heb je zelf niks over te zeggen. Dat zit in die steen en daar zul je mee moeten dealen. En dat is gewoon heel erg leuk, vind ik. En dit is nog een werkstuk. Daar heb ik ook weer allerlei materialen aan toegevoegd. En dat is eigenlijk de skyline van New York, vanaf New Jersey gezien. En dat is op mijn manier heb ik eigenlijk de wolkenkrabbers weergegeven door middel van allerlei materialen. Nou, hier zie je weer wat priegelwerk. Wat ik dan weer, zoals ik het vroeger deed, gewoon lekker een beetje gaan zitten rommelen op een steen met verf en een beetje gedetailleerd. Ja, leuk. This is a preview file. For example use only. Je bent hier bij Louise Davids atelier. Ik maak over het algemeen olieverfschilderijen. Ik zal je vertellen wat ik allemaal doe. Ik maak over het algemeen olieverfschilderijen van dieren, mensen, bloemen, over het algemeen dingen over uit de natuur. Dat boeit mij en daar ben ik over het algemeen mee bezig. Er zijn misschien bepaalde dingen die je herkent. Dit is gemaakt in Oosterwijk, bij de Vennen in de buurt. Dat andere schilderij daarnaast is gemaakt bij Assisië. En verder zie je dus over het algemeen dieren. Ik doe ook iets met plakkaatverf, met grafiet. Ik maak tekeningen van mensen en van dieren. Als ik dus aan het fietsen ben, heb ik altijd mijn fototoestel bij me. Onderweg maak ik foto's en die werk ik dan thuis uit. Ofwel, ik maak er een tekening van of ik maak er een schilderij van. Want vooral als je dus met dieren bezig bent, die blijven niet staan op één plek. Dus moet je of met foto's gaan werken, of je moet gedeeltes van de dieren gaan tekenen en dan na die tijd het geheel als het ware aan elkaar plakken en daar dus een tekening of schilderij van maken. Mijn naam is Piet van Iersel, een van de leden van de groep Vier Kunsten. Wij zijn een actieve groep vrijwilligers die een mooie hobby hebben. Mijn hobby is
komen kloppen. Dan zullen we ze binnen laten zien. Ja, hier is mijn domein. Een mooie hobby, althans dat vind ik zelf. Ik geniet er met volle teugen van, als ik iets kan maken dat leuk is. Hier staan enkele voorbeelden. Een kandelaar. Hieronder vlechtwerk. Ja, vroeger heb je dit allemaal gedaan. Dit zijn de muizentrapjes die ze op de kleuterschool en op de lagere school oefenden. En ik heb het hier gedaan met een stukje roestvrij staal. Ja, toch een mooi. Hierboven zitten vaccinelichtjes in. Die kunnen dan aan. Roestvrij staal vind ik prachtig, maar ik hou toch meer van koper. Ja, dit moet nog iets worden. Geëmailleerde oogjes erin, die pauwe ogen erin. En dan hierboven een kopje, ook hier weer een verschil van vorm. Ik vind namelijk het verschil van materiaal mooi. Ik hou graag van koper, roestvrij staal, messing, maar ook van zilver, alpaca, monel, noem maar op. Al die materialen kun je een heel mooi werkstukje van maken. Dit moet ook weer iets worden. Een koper werkstuk. In dit geval is het messing. Ook deze hulzen van de oorlog. Die komen ze bij mij om te restaureren. Die is hier kapot. Dan zitten er een paar deuken in. Ik probeer die uit te deuken. Dan ziet hij zo uit. En aan het slot van het liedje doe ik hem een beetje kleuren. En dan is hij weer helemaal compleet. Zonder beschadiging, zonder deuken enzovoorts. Een mooie vaas van koper. Messing in dit geval. Gepatineerd, die donkere vlekken. Patineren, dus het oxidatieproces. Als je goed naar deze vaas kijkt, maar dat kun je beter zien in het boekwerk, dan is dit het voorhoofd van een gezicht. De oogholte, de neus, de lippen. En hieronder de kin. Ja, een beetje fantasie, een beetje uitdaging vind ik wel leuk. Ja, ik ben ook bij een koperslagerschilder. Demonstratie Piet van Iersel, koperslagerschilder. Dat is een groep mensen die probeert het oude ambacht, het koperslagen, met de hand iets bewerken, in ere te houden. We bestaan bekend 30 jaar, volgend jaar in mei hebben wij 30 jaar bestaan. Ja, en dat zijn mensen, allemaal, ja helaas, met grijze haren, die proberen dat oude ambacht weer een leven te bouwen. Een mooie messinghaan, dus niet van een kerktoren, want dan is hij nog vele malen groter, maar deze staat bij mij gewoon binnen in de kamer. Ik doe ook iets graag, iets anders. Ja, wat betekent het? Ik weet het niet. Ik had gewoon zin om iets te maken. Aan de ene kant glans, gepatineerd en de rechterzijkant gecombineerd, gepatineerd en glans. Een mooi koperen stukje om zo ergens neer te zetten. Een vlindertje. Sommige mensen houden van blinkend materiaal, zoals deze haan. Ja, hier heb je er een vlindertje van koper en dat is helemaal dof. Helemaal gepatineerd en sommigen vinden dit heel mooi. Zelf hou ik van blinkend. Ja, een spuwer. Die zat vroeger aan een kasteel. Nou heb ik deze gemaakt als voorbeeld voor de kindjes. Ik haal zijn ogen af. Ik haal zijn tanden af. Ik kan zo helemaal uit elkaar. En dan is de eer aan de kindjes om dat ding weer compleet te maken. Een oog te geven. En zijn tanden. Met zijn tong, zijn hoofd, zijn gezicht, zijn gezichtshelft kan eraf, allemaal is het losneembaar. Hier ook weer een soort kandelaar, hier zit een vaccinelichtje in. Door die deukjes hier binnenin geeft die vlammetje een mooie reflectie. En dan is het heel mooi om heel deze schaal zo verlicht te zien. 70 jaar later, de oorlog voorbij. Hier heb ik een huls, heb ik mijn eigen op bod gevierd. Wat groef erin geslagen. De huls is van messing. En bovenin heb ik een koperen bakje gezet. Ook dat kun je weer gebruiken.
zeg maar, als vaccinelichthouder. Maar je kunt er ook iets anders in zetten. This is a preview file. For example use only. This is a preview file. For example use only. Je bent bij het atelier van Margo Omen, in Helvoort beter bekend als Margo Camps. Een jaar of 35 geleden ben ik begonnen als hobby met klei. Leek me leuk materiaal. Toen ben ik gaan draaien, potjes draaien. Na een aantal jaren vond ik dat niet meer zo interessant. Ging ik keramisch vormgeven. Als je dadelijk in het atelier kijkt, kan ik je mijn eerste beeld nog laten zien van keramisch vormgeven. Dat daagde eigenlijk uit steeds meer tot cursussen volgen, materialen onderzoeken. Toen ben ik in steen gaan werken, vond ik ook heel interessant. Tijdens het werken met steen kwam ik erachter dat ik toch meer een bouwer ben dan een houwer. Dus dat ik dingen opbouwen fijner vind dan dingen uithakken. Zo ben ik bij bronsgieten terechtgekomen. En toen ben ik eigenlijk op mijn thema gekomen. En mijn thema is al een jaar of 10 natuurlijke materialen en van natuurlijke materialen dingen bouwen. Ik ben begonnen met hemelbedden. Vanuit de hemelbedden ben ik bij de shelters gekomen. Shelters zijn voor mij veilige plekjes voor met name mijn kleinkinderen in deze toch wel vaak boze wereld. En vanuit de shelters die ik in brons heb laten gieten, ben ik eigenlijk, omdat mijn geldpotje leeg was, weer bij de keramiek terechtgekomen. En daar heb ik mijn laatste serie floating houses van gemaakt, met diverse technieken. Dus misschien is het leuk om nu even in mijn atelier te gaan kijken. Daar zijn we dan, in mijn atelier. Ik wil jullie laten zien waar ik momenteel mee bezig ben. Ik ben al jaren bezig met het bouwen van beschermende omhulsels, shelters, huisjes, noem maar op. Die bouw ik in natuurlijke materialen. Hier ben ik er meteen bezig. En als het naar mijn zin is, dan laat ik het in brons gieten. Ik heb het ooit helemaal zelf gedaan, het brons gieten. Maar momenteel laat ik het doen, omdat het ontzettend veel werk is. Ik kan jullie nog vertellen dat dit materiaal later in brons gegoten een hele andere uitstraling krijgt. Dan moeten we eventjes teruglopen in mijn atelier en dan kan je hier kijken. Dit is ook een beeld. Heb ik ooit opgebouwd uit riet en gras en stukjes hout. En dat is later in brons gegoten. En dan krijg je dus een hele andere uitstraling. Met het patineren kun je nog enige kleur erop aanbrengen. Maar het is het verduurzamen van natuurlijke materialen. En dan is, als het beeld af is, is het nog niet af. Want dan moet je er nog het sokkel onder zien te vinden. Iets wat het beeld draagt. In dit geval is dat een stuk boomstam wat ik bewerkt heb met kunstharts. Waardoor het wat houdbaarder is. Maar eigenlijk moet ik dit ook een keertje in een ander materiaal maken. Want op den duur gaat het eraan. Als ik klaar ben met mijn bronzen beelden, dan is mijn geldpotje leeg. En daarom ben ik op een gegeven moment weer overgestapt op keramiek. En toen ben ik op dit project ben ik aan begonnen. Dit is ook eigenlijk een boomstam, maar dan van klei. En daarop staan allerlei kleine huisjes. En deze serie noem ik Floating Houses. En die zijn weer voor een expositie in oktober in Gilserijen, in de steenfabriek. Dus zoals jullie zien, gebeurt er heel veel in dit atelier. This is a preview file. For example, use only.
Hallo, ik ben Anita van Hout. Ik doe mee met de Vierde Kunsten. Ik ben van vroeger uit al als klein kind altijd met tekenen, knutselen en frutselen bezig geweest. En ik ben hier 27 jaar geleden in Helvoort komen wonen. En toen ben ik een zijdeschildercursus begonnen bij Tanja van Erp hier in de Torenstraat. En van daaruit heb ik verschillende schildercursussen gedaan. En toen ben ik 11 jaar geleden, toen ben ik via een vriendin op het idee gekomen om te gaan tekenen in Arendonk. Dat is een kunstacademie in België. En daar heb ik 6 jaar gedaan. Ik ben daar afgestudeerd in het tekenen. En tijdens het tekenen ben ik tot ontdekking gekomen dat ik heel erg veel affiniteit had met vrije grafiek, met de drukkunst. En na de tekenopleiding daar ben ik gestart met de grafiekopleiding daar. En ben ik mij verschillende druktechnieken eigen gaan maken. En vooral met de nadruk op de steendruk, de lithografie. En daar wil ik wel graag iets van laten zien in mijn atelier hier aan huis. Dus ik zou zeggen, kom even binnen. Nou, hier staan we bij het hoekje van de linodruk. En dat is eigenlijk bij iedereen wel bekend. Want iedereen heeft er wel een keer gedaan op de lagere school met een gutsje in lino snijden en dat afdrukken. En daar heb je ook heel veel variaties in. Je kunt met kleuren variëren. Je kunt dingen over elkaar heen drukken. En dat is heel interessant. Ik heb nog meer technieken eigen gemaakt. Ik heb hier bijvoorbeeld de etstechniek. Linodruk is een hoogdruktechniek waarbij je op het hoge gedeelte zeg maar inkt brengt. En een etstechniek, dan ga je krassen maken in een plaatje. En dan komt de inkt in de krasjes te zitten. En dan ga je dat afdrukken. Dus dan krijg je echt een lijnafdruk zoals je hier kunt zien. Dan kun je eigenlijk alles afdrukken. Ik noem het materiaaldruk, maar je kunt dus verbandgaas, plakband, behang, dat kun je allemaal afdrukken. Je kunt daar een collage van maken, inrollen met inkt en weer afdrukken. Maar de techniek die voor mij echt mijn passie is eigenlijk geworden, is de lithografie en dat is steendruk. En dat is een hele oude ambachtelijke druk, daar heb ik hier een hoekje gemaakt. En dan werk je op een steen, een kalksteen. En een kalksteen heeft als eigenschap dat hij heel veel water absorbeert. En daar ga je dus op tekenen met een vette materie. Een vet potlood, een vette inkt. En als je dat gedaan hebt, dan gaat die steen nog enkele behandelingen met zuur krijgen. En daarna kun je gaan afdrukken. En dat principe, het wordt een vlakdruk genoemd en dat berust erop dat vet en vet elkaar aantrekken en vet en water elkaar afstoten. De steen die wordt nat gemaakt, de donkere gedeeltes zijn vet en het lichte gedeelte, daar zit water. Daar zit dus water. Als je daar met een vette roller met inkt overheen gaat, dan zal alleen de tekening, de vette tekening, zal inkt opnemen. En het lichte gedeelte, het water, zal het vet afstoten. En zo kun je daar weer papier op leggen en door een speciale lithopers halen. En dan krijg je dus deze afdrukken allemaal. En je kunt dan heel veel variëren. Je kunt met materiaal variëren. Je kunt inkt gebruiken voor echt donkere, harde lijnen met veel contrast. En je kunt ook potlood gebruiken, waardoor je hele zachte toonwaardes krijgt. For example use only. Ik ben Lia Koppens. Wij doen dit jaar voor het eerst mee aan Atelierroute Vierde Kunsten. Eigenlijk met heel het gezin. Want mijn man die doet pottenbakken. Die maakt die keramieke vogelhuisjes. De oudste zoon die maakte houten vogelhuisjes en allerlei onderkomens voor diverse vogels en dieren. De jongste zoon die maakt houten lampen. Heel leuk. Ja, en ik zelf een beetje mozaïeken schilderen
En boetseren. Nou, dit zijn dus de keramieke vogelhuisjes. Die maakt mijn man Gert-Jan. Die doet die draaien op de pottenbakkerschijf. Het zijn allemaal, ieder huisje is uniek. Omdat ze allemaal met de hand gemaakt worden, zijn ze altijd anders. Dit zijn de houten vogelhuisjes en vlinderkasten. Uilenkast, eekhoornhuisje, eekhoornvoederhuisjes en noem maar op. Dan hebben we hier allerlei schalen en vazen en alle keramieke dingen die we maken. Hier hebben we mozaïeken. Die maak ik dan altijd. Voor deze is bijvoorbeeld vormen in rood heet die. Er zitten 17 tinten rood in. En die tegels die hebben we dan ook zelf gemaakt. Nou, deze giraf die heb ik ook gemozaïekt. Het is een ondergrond van een soort papier-mâché. En hier zit, hij is net zo groot als ik, ongeveer 1,70 meter. Er zitten 44 wandtegels in verwerkt. Nee, 77 wandtegels in verwerkt. En 5 kilo voegsel, geloof ik. Nou, hij is wel heel mooi geworden, maar dat is wel een hele klus. Dit is een elektrisch keramiekoven. Hier wordt dus, als we iets gemaakt hebben van klei, dan moet een week minimaal drogen. En dan kan het gestookt worden. En die eerste stook noem je een biscuitstook. En dat gaat tot, dat kan variëren, maar tot zo'n 1100 graden kan dat. En dan moet je heel langzaam afkoelen tot een 80 graden ongeveer. En dan pas mag je de oven openmaken. En dan kun je, als het dan weer afgekoeld is, gaan glazuren. En dan wordt het nog een keer gestookt met de glazuur erop, waardoor het een kleur krijgt, je voorwerp. Dit is een racu-oven, dat is een aparte stooktechniek. Bij een racu-oven, die wordt opgestookt tot 1000 graden. Dan, als die 1000 graden is, maak je de oven open en dan wordt het artikel, het voorwerp, wordt eruit gehaald. Je snapt dat dat een enorme schok is voor het voorwerp. En daardoor krijg je dus wat we noemen dit, de krakeleder in. En dan wordt het ook nog in een ton met zaagsel gedaan. Door de hitte, want dan is het ondertussen afgekoeld tot 700-800 graden. Dan wordt het in een ton met zaagsel gedaan. Dat zaagsel dat vat vlam, dat gaat branden. En daardoor wordt het niet geglazuurde gedeelte van de vaas of pot of net wat je erin gestopt hebt, dat wordt zwart. Het andere, wat wel geglazuurd is, dat wordt de kleur van de glazuur met daarin die barsten. En dat noemen we dan krakelé. Dat is een heel aparte stooktechniek, heel leuk om te doen. This is a preview file. For example, use only. We hadden thuis, vroeger hadden wij glazen loodramen in de boerderij. En daar heb ik toen in mijn jeugd al van genoten, dus ik ben daarin verder gegaan. Nou, dus nou kun je hier zien wat ik ervan gemaakt heb. This is a preview file. Dus dan gebruiken we hoefijzerspijkers. Gebruiken we die, dan krijg je niet van die deuken in het lood zitten. En dan kun je het mooi strak tegen elkaar aan doen. En kun je goed solderen. Ik
heb het nu gehoord, probeer ik het voor van oude auto-onderdelen en oude materialen te maken. En ja, deze begint toch een beetje, ja, ik begin er een beetje in thuis te raken. Ik heb er hier enkele staan. This is a preview file, for example use only. Ganseieren versieren. En omdat dus Vierde Kunsten dit jaar voor de vijfde keer gaat gebeuren, heb ik series gemaakt van vijf. Heb ik hier de bovenste rij heb ik geïnspireerd op kunstenaars. Dus bijvoorbeeld Picasso, Jeroen Bos, Karel Appel, Mondriaan en Vincent van Gogh. De tweede serie heb ik helemaal opengewerkt met een heel fijn boormachientje. En een freesmachientje. Dan weer vijf met vrouwenkopjes. Dan weer vijf met plakkaatverf. En kleurpotloden. En nog eens twee serie van vijf met decoupage. Dat is dus met papier bewerken. Verder wil ik ook heel graag schilderen op struisvogeleieren. Maar er is moeilijk aan te komen. En ik heb er al een paar klaar en ik probeer dus nog meer te bemachtigen, vooral in het voorjaar. En dan zien we hier een struisvogelei, dat is beschilderd en dat heeft een vogel plus een gezicht. En daarlangs staat ook nog eentje met een vlinder waar ook weer een gezicht uitkomt. Als het ei niet zo mooi van structuur is, dan ga ik hem helemaal beschilderen. Maar ik probeer de structuur van het ei ook te gebruiken in mijn schilderen. Verder hangen hier nog wat schilderijen die ik gemaakt heb, allemaal met olieverf. En je ziet dat daar bijvoorbeeld, ik noem maar deze, dat is meer een standbeeld. Die heeft mijn man gemaakt in glas, in lood en ijzer en die staat in de tuin. En die heb ik, dat voorbeeld, heb ik geschilderd. Zo werken we toch een beetje samen. This is a preview file. For example use only.